Het is bizar om te beseffen dat er 2000 jaar geleden precies op deze plek ooit Romeinen gelopen hebben. Hier heeft namelijk in de Romeinse tijd een villa gestaan waar nog steeds, als je goed kijkt, de contouren van de Romeinse villa te vinden zijn. Naast dat Luc er al van alles gevonden heeft, is het nu tijd om samen terug te gaan naar deze locatie. Wacht, het komt los hoor. Ja? Oh, is het niet? Dit is zo'n bel, of niet? Dit is mooi man. Ja. Echt een mooie vondst. Van Romeinse munten, bijlen, een Duitse helm tot zelfs een Romeinse grafsteen van maar liefst 2000 jaar oud. We pakten onze metaaldetectors en gingen weer een nieuw avontuur tegemoet. En de vondsten die we tegenkwamen waren echt enorm gaaf. En vandaag zijn we in een bos, maar niet zomaar een bos, maar echt een oeroud bos. Misschien kun jij er wat meer over vertellen, het is ook Romeins geloof ik. Ja, ja, hier ligt op de achtergrond ligt hier een Romeinse villa. Nou, dat is een terrein, daar mogen we niet opzoeken. Dat is van de Rijksoverheid. Maar eromheen, als we een beetje vanaf blijven, en de rest van het bos, is wel heel erg interessant. Dus ja, ik heb hier Romeinse munten gevonden, een haardschepje uit de Romeinse tijd, een grafsteen. In ieder geval is het later gebruikt als slijpsteen voor bijlen en andere messen. Ik heb ook een Duitse helm gevonden, maar een stuk verderop. We vonden al snel een hoop Romeinse dakpannen die waarschijnlijk verloren en achtergelaten zijn door mensen hier uit de buurt. Dat betekent in ieder geval al veel goeds voor deze locatie. We liepen met de metaaldetectors bergopwaarts op zoek naar een plek waar we zouden kunnen zoeken in de buurt van waar deze villa gestaan zou hebben. We hebben wat droneshots gemaakt, we hebben de metaaldetectors klaarstaan en we gaan gewoon echt kijken nu of we echt daadwerkelijk iets gaan vinden op de plek waar in de buurt de villa gestaan heeft. Ik ben wel echt heel erg benieuwd. Jij hebt hier natuurlijk vaak gezocht, ik niet, maar jij zei veel op ijzer graven en zo, toch? Ja, gewoon, ik zou gewoon op ijzer graven, want ik denk dat er hier wel al vaker mensen zijn geweest, ja. Maar die zoeken natuurlijk alleen op hoge tonen, ja. En wij gaan gewoon voor ijzer. Veel op ijzer graven dus, dat was nog best wel even wennen, al kan ik me wel goed voorstellen dat er in de middeleeuwse en Romeinse tijd veel objecten en voorwerpen van ijzer gemaakt werden. En dat wil je natuurlijk niet laten liggen. Al snel had ik een signaal dat binnenkwam als ijzer. Heb je een signaal? Nee, serieus. Kijk, kom eens. Ik heb wel echt iets gevonden. Dit is volgens mij een mes geweest. En het hout zit er nog aan. What? Maar ik denk gewoon dat we... Ja, dit moet wel gewoon iets oud zijn. Kijk, als je dit zo ziet, heel die vormen en zo. Kijk hoe raar, kijk dit einde ook. Het uitzien, vet man. Dit is denk ik roestig of zo, want zou je denken, kan ook zijn dat hij juist zo. Ja. Ah, dit is wel echt een mooi begin. Ja, dit. Maar deze ja, moeten we denk ik. Mooi. Deze moeten we bij jou gewoon even thuis een beetje schoonmaken en zo. Ja, ondertussen weet ik een beetje hoe je ijzer moet schoonmaken. Dus na kunnen een paar we even dingen eerst helemaal gesloopt te hebben. Ja, dat wel. Daar gaan we het niet over hebben. Zo begon deze dag al gelijk goed op deze enorm mooie locatie. Nadat er veel onderzoek is geweest naar dit mes en hij onder een scan heeft gelegen bij de archeoloog, blijkt dat het gaat om een jachtdolk van ongeveer 150 jaar oud. En zo zou die er dus nieuw uitgezien hebben. We gaan ietsjes meer hier lopen, aangezien we wel zien dat er volgens ons meerdere mensen hebben gezocht. Ja, want... ja, ik denk hier dat hier minder mensen hebben gezocht. Ja, want hier zitten echt allemaal van die varens, die staan redelijk hoog. Het is nu langzamerhand wel een beetje winter aan het worden, dus die staan dan weer wat lager, zodat we iets makkelijker met de metaaldetector de deur heen kunnen gaan zoeken. Wat heb je? Nou, Luc die zegt dus dat hij iets gevonden heeft. Ik ben benieuwd, Wat heb je? Zo, deze is diep. Alles wat hier diep ligt. Vorige keer ook toch, toen je hier aan het zoeken was, was maar echt wel groot. Kijk, dit is wel groot. Ja. Het lijkt een beetje op een geweer. Ja, je had vorige keer had je hier toch een helm gevonden. Ja, ja, ja. Ah, ja. Oh, dat is bizar. Dat. Trouwens, daar kunnen we straks kunnen we ook heen gaan. Ja, dat is gaan wel we vet. Ah, ik ben benieuwd. Ja, wacht, het komt los hoor. Ja? Kijk. Nice. Ah, oh, maar dit lijkt echt op een geweer of zo. Wat is dit? Ah, yes. Oh, is het niet? Dit is zo'n bel of niet? Dit is mooi man. Ja, ik weet niet wat het is eigenlijk. Het lijkt op een of ander kapmes of zo. Of zou het gewoon het ziet er dat wel iemand heel, zeg maar, heel veel stukken vlees heeft gehakt daarna geen met zoveel stukken dat het gewoon rond werd. Nou ja, ik denk wel echt dit, als dit geen middeleeuws of Romeins of was dit, dat... niet iets wat je zegt wat inderdaad op zo'n staf stond vroeger of zo. Het ziet er zo vet uit. Het is ook echt gewoon heel groot. Ik denk echt middeleeuws of zo, toch? Ja, ik denk wel. Niet Romeins. Dat ja, moet ik wel, weet het want niet. Kijk, even serieus. Zie dit en zie dit. Wie gaat hier rond deze moderne tijd nog lopen? Dit is ook echt geroest. Het is gewoon echt vet. Iets heel oud. Deze is mooi, man. We hebben wel wat mensen van archeologie en weet ik veel wat in onze contacten staan. Misschien kunnen we, als we gewoon die mensen vragen, we kunnen wel even wat vragen, we hebben gevonden. Ja, dan... dit is echt een mooie vondst.
Ik vind het toch wel mooi dat na zoveel jaar dit soort vondsten nog zo intact onder de grond vandaan komen. Een lokale archeoloog heeft ons laten weten dat het gaat om een sikkel. Een soort gereedschap dat werd gebruikt door boeren. Daarnaast werd het object ook gebruikt als verdedigingswapen. De sikkel werd geplaatst op een houten stok en kon zo worden gebruikt om te verdedigen tegen de vijand. Ja, echt gaaf man. Die is echt mooi deze. Echt heel leuk. Echt heel leuk. Echt heel leuk. Ja, echt heel leuk. Nee, maar deze vondst is gewoon leuk. Nee, is leuk. Gewoon lachen. Nee. Is gewoon, nee. Hey, luister eens even. Oh. De vondst is gewoon lachen. Nee, hij is niet lachen. Hij is gewoon grappig. Nee. Hij is grappig. Kijk nou. We zijn dus weggelopen in ieder geval van de plek waar we aan het zoeken waren. Want de varens en zo en de doorns staan hier best wel hoog. Dus ja, het lukt wel, maar het is wel lastig. We gaan gewoon denk ik die kant oplopen waar Luc de helm gevonden had. Ik heb meteen even een zak gedaan, zodat de lucht dicht is. Dan kan niet verder roesten. En dan niet beschadigd. Moet er niet zand in ook of? Nee, dat, nee? Zover ik weet niet. Ik kan een beetje vochtig maken misschien. Ja. Na veel gelopen te hebben kwam ik eindelijk dan ook beneden aan. En toen kwam ik er eigenlijk al wel heel snel achter dat ik mijn telefoon ook weer helemaal bovenaan had laten liggen. Dit zijn wel gewoon echt typisch de dingen die mij gewoon altijd overkomen. We zijn gewoon een schep vergeten. Ah, mijn pinpointer. Als het goed is moeten ze hier ergens liggen, maar yes! Ik heb ze! Ik heb ze! Ja... Dit soort dingen overkomen mij gewoon vaak. Dat ik dingen kwijtraak, dat ik dingen ergens laat liggen. Ik ga nu weer verder naar Luc lopen. Die loopt heel ver. Ja, echt. Ik weet niet of je het kan zien. Daar ergens. En op diezelfde plek zijn we ook nog de schep vergeten. Ja joh, blijven lopen. Meestal heb je dan één van de twee die de ander dan eraan herinnert van hey, ik ben iets vergeten. Maar we zijn allebei zo, dus het schiet echt niet op. Even kijken, schoenen slacht hij ergens hier. Oh, daar ligt hij. En weer terug. Ondanks dat we drie keer heen en weer moesten lopen, hadden we dan eindelijk al onze spullen. We gingen lopend naar de plek waar Luc de Duitse oorlogshelm gevonden had. Ik vraag me wel eens af wat het hoofddoel is van deze hobby. Voor de een gaat het om de talrijke vondsten die verborgen liggen hier onder de grond. Voor de ander is het puur ontspannen, in de natuur rondlopen los van wat er allemaal gevonden wordt. Persoonlijk vind ik het mooi om op plekken te zoeken waar echt een verhaallijn aan vast zit. Op de meest bizarre en vette plekken waarvan als je iets vindt je het direct kan linken aan een bepaalde plaats en gebeurtenis van vroeger. Laat in de comments weten waarom jij deze hobby beoefent. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties. Hier moeten we nog een stukje verder naar links. En dan komen we aan op de plek waar we het een en ander zouden moeten vinden. Waar je ook goed op moet letten zijn holle wegen. Ja. Dus dit is, ik kan niet zien of dit een holle weg is. Zou dat een pad of zo geweest kunnen zijn? Zou kunnen. Ja, dat zijn altijd weer van die dingen, maar dat moet je gewoon maar net weten. Ja. Hier. Ja, dit loopt gewoon helemaal naar beneden. Hier heb ik ook van die pennen gevonden die in een wiel zaten. Ja, dit is dus een oude weg. En die pen die ik had gevonden, die was Romeins. Ik weet niet of je dat op camera krijgt. Lastig, op camera zie je het niet heel goed. Maar dit zou dus de weg geweest moeten zijn die hier in de Romeinse tijd gelopen zou moeten hebben. Ja, we kunnen eigenlijk hier wel meteen beginnen. Zullen we gewoon beginnen? Ja. Deze ligt waarschijnlijk ook heel erg diep. Kijk, op deze afstand hoor je hem al, maar... Je hoort nog helemaal niks. En dat is wel echt gewoon een goed teken, want ja. Op een gegeven moment kom je echt op die laag, toch? Die gele laag die je moet hebben. Ja, nog steeds niks. Niet? Nee. Ja. Het gebeurt ook vaker dat je aan het zoeken bent en dat je het gewoon eruit hebt gehaald. Dus controleer het regelmatig. Ja, deze is hij eruit? Ja. Wat was het? Echt ijzersignaal een beetje wel, toch? Ja, het was gewoon iets wat bovenop lag. Echt? Ja. Dit was dus de plek waar jij die helm had gevonden. Ja, ja. Maar doordat er zeg maar zoveel muggen waren, ben je nog niet teruggekomen. Nee, ik ben echt gestopt toen. Dat was echt niet te doen. Maar je ziet ook dat er daar liggen potjes en zo, dingen die je die had gevonden en zo. Ja, die lagen daarnaast. Ja, maar nu heb ik dus hier een signaal en hier is de helm gevonden. En hier is het signaal. Dus we gaan kijken wat we hier kunnen vinden. Er liggen ook nog meer dingen. Dus we gaan kijken wat we in dit gat kunnen vinden. Misschien is het een helm, maar misschien is het ook weer een blikje of weet ik veel wat. Het lijkt me wel dat het iets is uit de Tweede Wereldoorlog, aangezien het zo dicht bij die helm ligt. Kijk wat het is. Ik denk eerlijk gezegd een huls, want die heb ik hier wel nog gevonden daarnaast. En gewoon dichterbij, maar zou dit
kunnen zijn dat gewoon, stel dat je één helm vindt, hè, kan het dan zijn gewoon dat er iemand dood gegaan is hier en dat die helm daar dan ligt? Want heel diep lag het niet echt, toch? Nou, ik heb wel begrepen dat ze vroeger deden ze dus gewoon op een stok een helm zetten. En dan wisten ze dat daar een Duitser was neergeschoten. Echt? Ja. Dus stel dat we graven zitten, misschien zitten we wel gewoon in de graf van een Duitser te graven. Ja, als dat zo is, moet je dat volgens mij wel opgeven. Maar we werden ook gebruikt gewoon om te eten en zo. Ja, nou, dat kan ook. Ook door die blikjes en zo natuurlijk. Misschien ja, zat daarom. Er wel eten in. Ja, ja, dat hij het in de helm heeft warm gestoken of zo. Warm gemaakt. Ja, ik verwacht echt gewoon een huls. Nee, ik denk dat het een helm is. Hij ligt hier. Hij ligt hier ertussen. Het kan natuurlijk goed dat het een huls is hoor, maar het kunnen ook persoonlijke dingen zijn gewoon soms. Die helm ja, wie weet een of andere badge of zo wat. Dat zou wel heel gaaf zijn. Ja, een huls. Ai. Is het een Amerikaanse of een... Ik weet niet, waar kan je dat zien? Ja, dat weet ik ook. Ja, die onderkant is echt nog shiny. Maar hij is niet afgegaan, maar die kogel is wel af. Zie je ook aan de achterkant. Ja, dit is niet waar we op hoopten. Het is wel iets uit de Tweede Wereldoorlog. Ik denk als we gewoon echt hier omheen zoeken, dan moeten we echt iets vinden, ja. Ondanks dat we niet hadden gevonden wat we hoopten, gaven we niet op. En bleven we doorzoeken in de buurt van waar Luc de helm gevonden had. Trek dus gewoon de schep omhoog. Kijk wat er ligt. Een sleutel. Super mooi. Nice. Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Ik kan niet zien of die oud is, maar... Zullen we eens bij het watertje schoonmaken? Ja. We zitten dicht in de buurt van water. Ja, ik kan niet zien wat van welke tijd deze is eerlijk gezegd. Jij ook niet, hè? Nee, het is zo lastig om te zien. We kunnen hier wel drinken. Dat wel. Nee. Denk je dat we dit water kunnen drinken? Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het is natuurlijk wel gewoon bergwater, maar... Veel plekken in Limburg kan je het water uit de bergen drinken. Maar dat is echt stromend water. Maar dit water hier, dat stroomt niet heel hard. Dus ja, ik zou het niet zomaar overal doen. Nog voor één vondst en dan gaan we denk ik even de akker op, toch? Ja, dat lijkt me wel een goed plan. Dus we gaan nog één goed signaal zoeken. Ik ga het even vertalen, want ze spreken Vlaais. Dus dat kunnen jullie niet verstaan. Heb je iets? Hij heeft een signaal, dus we gaan even kijken of hij iets gevonden heeft. De metaaldetectors pakken en die kant op. Ik heb nog een groot signaal hier. Ja? Dit is in die weg die jij zei, toch? Ja. Weer zo'n Romeinse pen gewoon. Het kan ook dat het gewoon een munt is of zo van die Romeinen die hier ooit gelopen hebben. Maar dit is nooit echt een verharde weg of zo geweest, want er liggen niet echt stenen of zo. Ja, ik heb het. Ja, heb je het? Ja. Ik heb nog nooit zoveel ijzer gegraven eigenlijk. Nee, ja, ik doe dat normaal ook niet. Nee, maar dan, het is dan wel goed soms om te zien van wat je eigenlijk allemaal laat liggen, want ja. Je laat best wel veel liggen. Ja, het is wel langwerpig dit. Ja? Het is wel gaaf. Ja, leuk. Wat denk je wat het is? Kijk. Of is het een hoef? Ah, ja! Oh, wat is dit? Dit is zo'n mes of niet? Weer zo'n mes! Dit is vet. Dit is echt heel vet. Kijk dan. Is dit iets van mes dan of zo? Ja, of is er weer zo een? Ja, hier heb je het handvat aangezeten, toch? Of die heeft op een stok gezeten. Oh, ik vind hem wel echt vet. We gaan gewoon al deze vondsten gaan we gewoon even goed schoonmaken. Daar gaan we echt goed research naar doen om te kijken wat het echt is. Hoe oud het ongeveer zou kunnen zijn. Ja, dus deze gaat ook weer gewoon in het zakje. Door middel van Google kun je er vaak nog achterkomen wat het precies geweest is. In dit geval gaat het om een sikkel, maar dan weer een net ander type dan die we eerder gevonden hadden. We gingen met de metaaldetectors naar beneden, onderweg naar het laatste veld waar we zouden gaan zoeken. Nou, we zijn net boven aangekomen, zoals je kunt zien. Ja, we gaan gewoon even kijken of hier wat is. We zitten best wel in de buurt van Valkenburg, dus het zou goed kunnen. Heb je wat? Want beneden waren wel wat meer signalen, dat was echt een beetje troep. Maar hierboven zijn niet heel veel signalen, maar dit is wel echt weer het eerste signaal. Dit is een munt! Hey! Dit is een munt! Wat voor munt is dit? Of een oord, die, kan natuurlijk, die liggen hier veel toch? Die van Luik. Weet jij het verschil tussen een oord en een duit? Volgens mij
De oort is toch de duit uit België of zo? Oh! Of niet? Ja, ik weet het niet. Oh, ik weet het eigenlijk ook niet, maar volgens mij is dat wel zo. Oh, wacht. Ja. Dan kan het wel heel goed dat het Belgisch is dit. Ik heb het, ja, volgens mij wel, want ik zie wel wat schildjes. En jullie zien de foto nu. Dus dan zien jullie ook wat het is. Maar ik denk dat het een oort is. Jij denkt dat het echt een Nederlandse duit is. Nee. Of... Dan in dat geval. Ja. Denk ik ook dat het een duit is. Is goed. Nou, we hebben wel de eerste munt gevonden, ook bovenaan. Dus het moet bovenaan, moet het er ook liggen. Er staat wel veel wind. Maar we gaan gewoon even door, hierboven ook. Nou, het is wel een mooie eerste munt. Ja, en een mooie locatie. Het begint wel echt af te koelen, dat merk je ook. Niet alleen omdat we boven zijn, maar er staat ook redelijk wat wind nu. Maar wat heb je gevonden? Ja, is gewoon het? Een munt. Niet heel erg bijzonder. Maar ik vind wel altijd, als je dit gewoon ziet, weet je, dan krijg je meteen zo'n adrenaline stoot. Dat je echt wil weten wat voor munt het is. Ja. Ik weet niet of het nog zichtbaar gaat worden. Ik denk zelf ook weer een, nou moet ik het wel goed zeggen. Een oort. Ja? Ja. Of een duit. Wat was het nou ook alweer? Een oort. Kijk je, als het zo één ding van luik is. Oh ja. Zie je nou, knip je wel eruit. Ik denk niet dat het nog zichtbaar is, maar thuis gaan we dat beter zien. Dus, maar ja, toch leuk. Gewoon weer een munt. In ieder geval, Luc heeft ook een munt. Ik ben benieuwd hoe lang we het nog vol gaan houden. Het begint echt fris te worden. Ja, echt. Ik denk wel dat het verstandig is. Ik denk dat we gewoon teruglopen naar de auto. Die is helemaal naar achter. Ja, en ook dus... nu met deze tijd om verkouden te worden. Ja, je komt nergens meer in. Nee. Heel handig. Dus moet je 2 weken bij ons logeren. Ja, nou wel gezellig. Maar we gaan denk ik langzaam inderdaad naar de auto lopen. Wel zoeken, dus als we iets vinden, dan laten we het jullie weten. Yes! En wat is het? Ik denk dat het een kledinghanger of een kledinghaakje. Daar lijkt het wel op. Ja, dit is wel echt nice. Ik weet niet, dat werd voor als soort knoop werd dat volgens mij gebruikt. Maar dan in 1600, dat zat zeg maar gewoon. Beetje zoals hier bij een tuinbroek kleding. Of zo. Ja, precies, maar dat zat toch gewoon zo om je kleding dicht te maken? Oh, op die manier. Okay. Volgens mij wel. Ik zoek wel even een foto op, dan komt hij even in beeld. Die is wel mooi hoor. Die is echt nice. We gingen op zoek met de metaaldetector op een te gekke locatie waar zo'n 2000 jaar geleden een oude Romeinse villa gestaan zou hebben. We vonden onder andere een oude dolk van vroeger tot boerenwapens die mogelijk afkomstig zijn uit de middeleeuwen. Vond je deze video leuk? Vergeet je dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en dan zien we jullie bij een nieuw avontuur. Wat is dit? Doe die deur open. Wat doe je man? Nee joh! Ja, ik ben hem gewoon zat, weet je. De Garrett metaaldetectors en accessoires die te zien zijn in deze video zijn verkrijgbaar bij de volgende verkooppunten. En daarna gaan we dan naar de akker die hier naast het bos ligt en dan gaan we nog kijken of we iets kunnen vinden. Heb je iets? Oh, hij heeft een signaal, dus we gaan even kijken. Of hij iets gevonden heeft. Ja toch, kijk ja, nou. Oh, schattig. Oh, lief. Ah!